Op zijn zes vierkante meter woonruimte droomt Manuel over de toekomst. De nieuw te bouwen woningen voor mensen met schizofrenie. En veel meer ruimte dan Manuel nu heeft. Op dit moment zijn de woningen alleen nog te zien op internet. Maar ze komen in de tabaksteeg in Leusden. En Manuel hoopt vurig dat er voor hem ook plek is. Want zoals hij nu woont, is eigenlijk niet te doen voor een man van 37. Maar een andere keus heeft Manuel niet en dat komt door zijn schizofrenie. Mensen met die ziekte hebben vaak hun eigen waarheid. Ze zien, horen en voelen zaken die er niet zijn. In Leust heeft hij begeleiding en ruimte een initiatief van ouders van kinderen met de ziekte. Een win-win situatie, dus. En iets positiefs kan Manuel wel gebruiken. Door zijn ziekte moest hij stoppen met zijn werk bij Defensie, en dat was zijn lust en zijn leven. En nu hoopt Manuel het te vinden in Leusden. Er is alleen één probleem: er zijn 15 woningen, en Manuel staat op nummer 23 op de wachtlijst.